Agnes, zijn er veel mensen die hun deelneming betuigen op dit moment? Nou, dat valt eigenlijk op dit moment nog wel mee. Het is nog niet zo heel erg druk, maar goed, het is ook nog maar een ochtendje open. Het buurthuis is anders op deze dag nooit open, dus is speciaal open gegaan. Misschien dat een heleboel mensen dat niet weten. En nou ja, misschien dat mensen ook wel verwachten dat het misschien in het gemeentehuis is. Wat er wel heel erg veel is, is pers. Echt, de internationale pers is hier. Alle Nederlandse televisiestations. Maar ik zag ook iemand van El Mundo, een Spaanse krant. Iemand van de Sunday Times. Dus wat dat betreft is er eigenlijk meer pers als dat er mensen zijn die het condoleanceregister tekenen. We zien hier de beelden, Agnes, van burgemeester Ivo Opstelten. Die heeft het condoleanceregister dus al getekend, hè? Ja, die is eigenlijk nu binnen en die heeft het net getekend, maar die staat nog even de pers te woord. Dus het kan best zijn dat hij zo meteen achter mij langskomt om weer naar het gemeentehuis te gaan. Maar hij is een van de eerste geweest dus die getekend heeft. En daarnaast zijn er nog iets van 9 andere mensen. Maar ze verwachten hier in het buurthuis dat het misschien vanmiddag wel wat drukker wordt. En daarnaast zou het natuurlijk zo kunnen zijn dat heel veel mensen het op internet tekenen, zo'n condoleanceregister. Ik heb begrepen dat er een condoleanceregister voor alle Nederlandse slachtoffers bestaat en dat daar al 2500 mensen getekend hebben. Vanmiddag is er een bijeenkomst op de school, hè, van Ruben en Enzo. Ja, de Jorenschool hier in Tilburg, daar is tussen 4 en 6 een besloten bijeenkomst. Het is niet de bedoeling dat de pers daarbij is. En daar kunnen mensen met elkaar praten. Want ja, er zijn natuurlijk een heleboel klasgenoten en ook ouders die de kinderen hebben gekend. En die hebben toch behoefte om steun bij elkaar te zoeken.